Hoi Robin hier en welkom bij aflevering 6 van Robbersmalltalk. De afleveringen waar Toosk het spel uh, moest verlaten. Helaas, zij was uh, toch echt wel de gangmaker en uh, had wel de meeste lol volgens mij in het spel. Maar ja, het hoort er helaas bij. Dan is het uh, tijd uh, om de afleveringen te gaan beginnen. De afleveringen waar ze hebben besloten om na elke test een nieuwe penningmeester te nemen. Waar ze met stenen op nul moesten uitkomen en een dans voor niets hebben geleerd en een deels een analoge test hebben gemaakt. Voordat we dit allemaal verder gaan bespreken, gaan we eerst door naar onze community. Inmiddels de welbekende Stroppel heeft de afgelopen keer weer zeven stemmen gehad. Vier voor Arna, twee voor Rosario en één voor Kees. En er is hier toch wel een enige verschuiving geweest wat logisch is nadat Jeroen is afgevallen. Maar het is toch wel goed om te zien dat Rosario nu toch ook langzaamaan wat naar boven begint te komen. Ik blijf dan ook nog steeds wel een beetje bij mijn punt dat de mol een vrouw is. En omdat er helaas nog meer dan vijf kandidaten in het spel zitten, is er ook deze keer weer een stroppel. De link daarvan staat in de beschrijving. En dan hoor ik jullie al zeggen, ja maar Babs is toch geen mol. Nee, in principe niet. Maar ja, ze zit in het spel, dus ze hoort er gewoon bij. En we hebben deze keer een reactie gehad van de mol Levi. En het enige wat ik daarop kan zeggen, ja het is inderdaad heel mooi gevonden. En ik hoop dat er eigenlijk de komende afleveringen wat meer van dit soort hints gaat komen. Dat het wat duidelijker wordt wie de mol is. En dat was het weer voor onze community. Mochten jullie nog hints of theorieën hebben laat het vooral weten in de reacties. En dan neem ik het mee in de volgende video. En dan gaan we door naar de titel van de aflevering. De titel van de aflevering was afvragen. Nou ja, sowieso werden er heel veel dingen afgevraagd deze aflevering. Ja, sowieso vroegen de kandidaten af wat de vragen waren bij de testen die ze hadden. Maar ook waarom de zogenoemde watermeloen van een van de stapels van steen is afgehaald. ons. En eigenlijk waren de regels toch wel heel erg duidelijk. En dat werd ook constant weer gehaald. De steen eraf. Wat absoluut niet mocht. Ja, en hoe het ook uh, kon gebeuren dat uh, het vleistenspel ook niet helemaal goed ging. Vrouwen zonder rode, rode strik en mannen met een Mexicaanse kloos. Nee, ja. mensen met een Mexicaanse kloos. Ja, ik vraag me dan ook uh, nog steeds af of Kees daar niet al wel de Mol is. Ondanks wat ik eerder zei dat uh, de Mol waarschijnlijk uh, een vrouw is. En misschien is het zelfs ook wel vols. Nou ja, en dan, maar daar gaan we zo meteen op terugkomen. Ja, voordat ik mezelf nog meer dingen ga afvragen, gaan we door naar opdracht 1 van de aflevering. Opdracht 1 is genaamd: Niets is iets waar ze rempel 1500 van de 2500 euro hebben verdiend. Eindelijk weer een leuk geldbedrag in de pot erbij. En ja, het is zeker wel beter dan de vorige aflevering, natuurlijk. Ik moet ook wel zeggen dat het fijn was dat deze keren. De uitleg van het spel ook wel vrij simpel was. Maar ook hier uh, maakte Kees het toch weer onnodig ingewikkeld. Het Maya-schrift telt van onder naar boven. Dus 10 is een zwarte cirkel, de 1. En dan een meloen erboven. Dat is 10. Ik ga me dan ook steeds meer afvragen of ze dan niet willen dat Casey mee als mol wordt gezien. Of is hij, zoals hij het heel mooi zegt, een rijdende vuilniswagen waar er af en toe wat uitvalt. En dan hebben we natuurlijk ook Rian met deze opvallende getallen probleem. Mag ik dit zien? Min 25. Ik heb toch wel een vorm van dyslexie. Misschien ook wat is calculi? Wie zal het allemaal zeggen? Min 25 zeggen waar min 52 is. Ja, als je het ondersteboven leest, zou het nog wel kunnen. Maar ik moet toch wel zeggen, dan moet je toch wel heel erg ver gaan. Uh, Wil je dat uh, kunnen zien? En ja, het is ook eigenlijk hetzelfde wat ik uh, over Kees zei. Is het uh, gewoon een hele goede mol? Of is ze gewoon een hele goede actrice? En doet ze een uh, soort van Kees? Ja, door uh, een uh, rijdende vanswagen te zijn. Waar er af en toe wat uitvalt. Dat is in ieder geval tot zover opdracht 1. En dan gaan we door naar opdracht 2. Opdracht 2 is ook wel genaamd bij elkaar passen. Waar ze 3000 euro konden verdienen. En ik vroeg mij ook wel een beetje af uh, toen ze dat zeiden van hoe kan dat. Want als ze dus 5 personen goed hadden konden ze 2500 euro verdienen. Maar wat bleek, er zat nog een bonusvraag achteraan. Maar goed, eh, ondanks alles hebben ze toch nog eh, 2000 euro in de pot erbij gespeeld. Ja, hier werd ook wel weer eh, overduidelijk naar voren gebracht dat eh, Kees de verkeerde beschrijving gaf. Maar ja, omdat het eh, zoveel hints eh, richting hem zijn, ga ik ook wel steeds minder eh, hem daardoor verdenken. Het zou dus ook in eh, deze situatie kunnen zijn dat Arna het of verkeerd heeft begrepen. En ik moet er even bij zeggen: want het waren twee momenten dat het niet helemaal goed ging, of dat ze heeft zitten mollen. Waardoor het niet goed ging door haar. We hebben helaas niet heel veel van deze opdracht gezien. En ja, de meest opvallende momenten waren ook al wel besproken bij de echte Maltalk. Ja, wat ik dan in, dit, in deze opdrachten wel jammer vind, is dat ze een dans hebben moeten leren. en uiteindelijk helemaal niets met die dans deden. Ja, had dan die tijd gestoken om dan die opdracht wat verder te laten zien? Maar ja, misschien dat het juist daarom, of dat juist daar heel veel gemold werd, of juist overduidelijk gemold werd, dat ze het eruit moesten halen. Dat waren in ieder geval voor mij de meest opvallende momenten, dus eigenlijk hints en theorieën van deze aflevering. Hebben jullie nog hints en theorieën over deze aflevering? Ja, zoals ik net zei, laat het ook weten in de reacties en dan neem ik het mee in de volgende aflevering van Rob en Smalltalk. En dan gaan we nu door naar de test eliminatie en afsluitingen van deze aflevering. En dat was deze keer ook wel weer een bijzondere. De vragen die waren analoog en de antwoorden waren digitaal. En ja, dit zei ik hierover. Misschien was dit wel de moeilijkste test in de geschiedenis van wie is de mol. Nou kan ik mij wel heel veel hierover indenken. Maar dit was zeker wel de moeilijkste test die ze hadden, tot zover ik mij kan herinneren. Ik doe het nu als het goed is, vijf jaar. En ja, al die tijd is het nooit zo moeilijk geweest als deze aflevering. En dan uh, hebben we ook daar weer het meeste bekende dat Kees weer niets kan onthouden. En daarom is het uh, ook toevallig dat hij nog in het spel zit. Het zou uh, zomaar kunnen dat hij al weet wie de mol is en daarom gewoon wat rustiger raken doen en doen alsof hij niet weet dat hij gewoon een hele goede hulpmol wil zijn. Ja, en door al dit soort dingen en ik weet het zelf ook, ik denk dat ik hem deze aflevering al twintig keer heb genoemd. Ja, ik ga hem nou afstrepen van mijn lijstje dat hij de mol is. Maar waar ik daarentegen wel weer meer over nadenk, wat ik ook in het begin zei, is dat Fons best nog wel eens de mol zou kunnen zijn. En ja, het is ook wel een hele voorzichtige moltunnel. En daar moet ik altijd mee op passen dat iedereen die kent mij inmiddels. Ja, en dan vraag je misschien af, ja, waarom Fons? Eigenlijk vanwege de volgende redenen. En dan moet ik wel heel even kijken dat ik het goed vertel. In aflevering 1 waren zij mollen. Anna, Tooske en Rian. En in aflevering 3 en 5 zei hij exact hetzelfde. In aflevering 2 was het nog steeds Anna en Tooske. En daarbij was Jip de derde. Waar, nou ja, en Jip viel die aflevering dus af. En dat was een van zijn verdachten. Aflevering 1 zat hij met Babs voor het maken van het zelfportret van Frida Kahlo. En daar ging zij er al uit... In aflevering 2 was het Jippie eruitgang die eruit ging, zoals ik net zei. En aflevering 3 ging Justin eruit. Um, en hij had bij opdracht 3 samengewerkt met Fons. Dus iedere keer het lijkt het er wel op als er iemand met Fons heeft samengewerkt, dat dan hij of zij afvalt. En dan uh, denk je van ja, maar aflevering 4 viel er niemand af. Nee, dat klopt, want Babsi kwam terug. En aflevering 5 is Fons met Jeroen samengeweest met het tellen van de vlaggen. Ja, en toen vloog Jeroen eruit. Ja, en zoals ik ook al eerder zei. Het was nogal verdacht voor mij hoe Fons deze aflevering deed. En ik kan alleen nog niet direct een relatie vinden tussen Tooske en Fons. Maar misschien dat jullie mij daarmee kunnen helpen. In ieder geval, tot zover mijn Mol-tunnel van Fons. En dat maakt mijn verdenking ook wel weer wat anders. Ik ga wat minder punten inzetten op Kees. En Fons komt daar zeker voor in de plaats. Naast Anna en Rian. Ja, laat me weten in de beschrijving wie jullie verdenken, wie de mol is. Of laat het weten in de reacties en dan neem ik het uiteraard weer mee. En dat is waar ik het voor nu ook bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je dat hebt gedaan, laat een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. Uh, later.